Jaroslav, hoe kijk je terug op deze wedstrijd? We hebben gewonnen 2-0 eindelijk, dus prima. De eerste helft was, ik vind ook prima, veel kansen moet scoren, erde. Maar eindelijk 2-0, prima. Beter dan 1-0 en tot de laatste minuut een beetje bang of iets. Maar ja, Pieter maakt fantastisch 2-0 en cool. Ja. Waarom duurt het zo lang voordat jullie het verschil maakten in deze wedstrijd? Ja, ik weet niet. Wij hebben heel veel kansen, ik denk. Eerste helft 3-4 goede kansen door die rechterkant. Iets meer bij de rechterkant, maar ja, misschien moet beter zitten voor de goal. Als je kreeg die steekpas, zeg maar op mij. En dan geef de bal terug, dan wij moeten een beetje beter zitten voor de goal dan makkelijk voor ons. Ja. Want daardoor bleef het spannend en aan het begin van de tweede helft waren er nog een paar goede kansen voor Eindhoven. Ja, die was. We hebben afspraak of we willen de bal naar die 5 contacten of de opponent. Dan willen de bal terug, maar ja, die staat naar de 6 balcontacten en 1-1 met de keeper. Dus dat moet een beetje niet slapen of een beetje gelijkschep van het begin. Nou, gelukkig was jij er nog, want jij scoort de belangrijke goal vandaag. Ja, dat was belangrijk, maar een beetje gelukkig, ik moet zeggen. Dat was een goede voorzet van Bruno Andrade, maar die bal komt net over de hoofd die verdediger. En ik sta op de juiste plek, maar ik was een beetje schokken. Het was niet echt schieten binnen, een beetje reactie. Maar voor een spits maakt niet uit hoe de bal erin gaat, als die er maar in gaat. Dat klopt. Ja. Nou, en uiteindelijk een 2-0 overwinning. Dat is toch prima voor een bekerwedstrijd? Ja, het was beter later dan nooit. Die tweede goal en Pieter maken, geweldig eerste aanname met de hoofd. En sterkte linkerbeen, schieten binnen. Prima goal. Ja. We wisten van Heracles al dat jij een goede voetballer was, maar het lijkt wel of je hier nog veel beter bent dan in Almelo. Misschien meer. Nou, ik speel hier elke wedstrijd, dus mijn confidence is beter groter en ook de niveau is beetje lager. Misschien meer vechten, meer fysiek sterker, meer lopen, die niveau is beetje lager. Dus ja. Vind je het leuk hier? Ja, heel veel. Ik moet zeggen, prima jongens hier. Alles is goed. Ook die mensen. Het is niet full stadion, maar 3.000-4.000 is prima. Denk je dat jullie ver kunnen komen in het bekertoernooi dit jaar? Ja. Depends. Wie krijgen we? Hè? De trainer zei het. Ik hoop dat het Heracles wordt. Thuiswedstrijd tegen Heracles. Wat op jij? Dit will be great. Hè? Dat will be echt prachtig. Ook voor mij, baas en Velmaat, Gino Bos en bijna helft mensen hier. Dat would be prima.